Ja, Petticoat was echt ook een ontzettend mooie productie om mee te maken. Ja. Dat was eigenlijk de eerste productie die ik deed, die helemaal nieuw bedacht was. En het maakt het repetitieproces wat ingewikkelder, want soms zitten er scènes in die gaan er allemaal weer uit. Maar het was iets wat helemaal nieuw ontdekt moest worden, die hele productie. En met dit verhaal en deze rol mevrouw Van Rode met twee kinderen die eigenlijk een echtgenoot heeft die vreemd gaat de hele tijd. En dat milieu Amsterdam-Zuid in de jaren 60. Ja, een hele bijzondere productie om mee te helpen ontwikkelen. Ja, wat ik mooi vond in de rol van het bedillerig van mevrouw Van Rode, die eigenlijk alles goed aan haar zoon was homoseksueel. En dat was een fase, denk ik. Ik denk dat ze het gewoon sowieso ontkend heeft dat dat zo was. Freek Bartel speelde die. Dat is en blijft mijn theaterzoon. Dat was toen en dat zeg ik nog steeds. Ja, de hele ontwikkeling ook van mevrouw Van Rode, van het harde, eigenlijk ook weer het bedillerige en het willen regelen, naar die enorme dramatiek met die drank en het eigenlijk niet meer snappen, vond ik ook heel mooi om te spelen. Ik was heel dankbaar voor mijn laatste nummer in deze productie. Ik drink heette dat. En dat vond ik ook weer een kant. Ik hou erg van rollen die ook die dramatiek in zich hebben. Ja, het is een heel rustig nummer. Ik drink op de spijt. Die vrouw, ja, die ken ik. Het komt nooit meer goed. Oh, daar, ja, die ken ik. Het komt nooit meer goed. Ik vaar op mijn Titanic, mijn ijsberg tegemoet. Een heel mooi, het was een hele mooie solo, maar die is dan helemaal teruggebracht tot een stukje. Dat kan niet anders soms, maar ik was nog wel heel blij dat het erin zat. Ja, de teleurgang van haar leven eigenlijk, van alles op willen houden. En ik ken die dames uit Amsterdam-Zuid, ken ik ook. Die alles, het is altijd leuk en gezellig en goed. En ondertussen denk je, oeh, er gaat een hoop leed zitten onder. Nou, dit was mijn tweede musical award, ja. En was ik ook zo dankbaar om. En ik weet nog dat ik ook heel, want ik werd het Chantal toen niet won, geloof ik. En dat vond ik heel schokkend, omdat ik vond dit ontzettend leuke rol van haar. Ik vond haar echt uitzonderlijk goed in Petticoat. Maar ik was heel dankbaar voor mijn award. En dat de jury het gezien heeft, dat mij dat gunde eigenlijk, ja. Het is veel lastiger om er nog één te winnen, zeg. Je moet je eigenlijk constant bewijzen. Dat je jezelf zo ontwikkelt dat je mensen ook je publiek weer verrast. En ook de andere kanten van jezelf kan laten zien. Daarom was ik wel heel blij met de award voor Petticoat ook.